Deze nieuwsuitzending is in de serie Wertschmerz. En gaat over de ondergang van Arnhem. Voor degene met een korte aandachtspanne, uh, ga maar wat anders doen. Ik denk niet dat je dit ook maar ene beat zal interesseren. Voor degene met een wat langere aandachtsspanne, haal een kopje thee. Zo. Of je luistert dit voor het slapen gaan. Zo. Ik heb er verdriet van als ik naar Arnhem kijk, nu in 2019. Ook andere steden hoor, ik zie hetzelfde beeld. Het beeld der versraling. Ik vraag me af wie daarvoor verantwoordelijk is. Heb je hem? Iemand, iets of iemand is verantwoordelijk voor de versraling van Arnhem. Ik kwam voor het eerst in Arnhem in 1978. Ik ging toen studeren in Wageningen. En op mijn studentenflatkamer, uh, dat was ongeveer uh, zo'n standaardkamertje, lag van het grijze zeil. Mijn overbuurman op de gang, Lutsen heette die. Lutsen heette die. Ja, die heeft nooit wat uh, aan zijn kamer gedaan. Hij, hij vond het leuk genoeg. De, in het plafond daar zat zo'n opening. Daar had hij een kaal peertje. En, oh ja, hij had een boekenkast. Heel simpel: een, uh, vier staanders en een aantal planken. Daarachter stond zijn bureau. En hij had nog een. Maar iets van een kledingkast. Ja, die, man, die had iedereen. Hij ja. had een kledingkast. Meneer, die zat als uh, standaard in die, uh, in die kamer. Ja, En een bed natuurlijk. Ja, gordijnen. Dat was het. Misschien dat zijn moeder een keer hem een plant had gegeven. Maar... Ja, ik weet niet of die plant daar gelukkig is geworden. Ik kan me ook niet herinneren dat hij een plant had. Ja had oh ja, verder dacht ik helemaal niks. Maar ik wilde van alles. En ik had gehoord dat er in Arnhem een, uh, ja, een, een winkel was, gerund door mensen uit Indonesië, en die verkochten allemaal rotandspullen en dan kon je heel goed kopen van die rieten matjes tegels, kon je kopen. Kostte geen rol. Nou, iemand gecharterd met een auto. En met een mannetje of wat naar Arnhem toe. En daar van die rieten tegels gekocht. Dat was een leuke zaak. Rook het lekker, man, als je er binnenkwam. Allemaal rood aan meubels. En inderdaad van die rieten matjes. Heel klein, 50 bij 50 centimeter of zo. Of iets minder. En maar die kostte geen rol. Ik, ik had ook niet zoveel geld. En, ja, dan had ik zo uh, een hele stapel van die matjes. En uh, dan verkochten ze er ook zo'n kromme naald. En iets van ijzergaren erbij. En de bedoeling was dat je dan uh, die matjes aan elkaar ging naaien. Ja, ze zaten wel voor een deel aan elkaar vast, maar er waren ook wat losseren En. Nou, sommige dingen moest je. Ja, je had een bepaalde vorm en, en, en knipte je sommige, knipte je los en die moest je aan de andere kant en dan weer aangaan naaien met je kromme naald. Dat heb ik allemaal gedaan. Was leuk hoor. Oogde heel warm. Het was ook lekker warm. Ja, was ook lekker warm aan de voeten, lekker zacht. Ja, leuke winkel. Die winkel is pleiter. Afgelopen. Kijk, jammer. Ik snap het ook niet. Komt het door de Ikea of zo? Het was echt heel goedkoop, namelijk. Ja, dan kan je zeggen, ja, de Ikea is ook heel goedkoop. Ja, maar dit is dan wel authentiek en goedkoop. Terwijl die Ikea, ja, ik heb hier ook alles van Ikea. hoor, Nou, niet alles. Maar wel bijna alles. Dus Zo'n winkel is weg. En je had in Arnhem had je een, een groenteboer. En die had een filiaal in Wageningen. En daar kende ik dus die, uh, die winkel al van. Het heette de oude moestuin. In Wageningen was dat een hele mooie groentesaak. En in Arnhem hadden ze dus ook een winkel. Met Vijf soorten appels, allemaal soorten peren, stoofpeertjes, handpeertjes. En alles wat je maar wilde op groentengebied. Schorseneren, prei, venkel, zeg maar. Aard, nee, maar zo, snijbietjes. Aardpeertjes. Noem het maar. Lekker hoor. En in de zomer natuurlijk verse spinazie. Uh, die winkel die verdween. Dat is alweer een aantal jaren terug dat hij dus de deuren sloot. En toen was die, die man die hier in Arnhem dan uh, de boel rende. Die had een doorstart gemaakt in een steegje vlakbij waar vroeger de bijenkorf zat. Volgende drama verhaal. En zat hij in een steegje en dan was hij dan, uh, ja, als een laatste der dermmohamikanen, zat hij dan nog en verkocht hij dan de bijzondere dingen, zoals peultjes en verse kruiden en een gember en een goede knoflook en, en alles wat maar bijzonder was. En ook salades, kant en klaar, die kon je er ook kopen. Ook interessant. Dat ja, was leuk. Het is weg. Is er zit nou een uh, cadeauwinkel met Prularia. Die loopt ook voor geen meter, die is straks ook weg. En daar op de hoek van het steegje, daar zat een posterwinkel, het. het ja, ik heb daar nog posters gekocht. Dat zijn mooie posters, hoor. Daar kocht je dan een lijst bij, ja. Nou, die winkel is pleiten. Dan kun je zeggen, ja, mensen doen niet meer aan dat soort uh, woondecoratietoestanden. Dan denk ik, waarom niet? Ja, toch? Een mooie grote poster. Ik had een poster van. Uh, Karel Willink. Johannes de. Wat was het nou? Nee, nee, Simon. Simon de pilaarheilige. Prachtige schilderij. Heb jaren in mijn woning gehangen. Uren heb ik daar in totaal naar gekeken. En later bleek. dat ik een boek hier in huis van. Uh, die vindt ook weer de grote van de berg. <laughs> ja, fok, ik kan het hier vandaan niet. Het staat hier in mijn kast. Metabletica der. Metabletica der materie. Prachtig boek. Die bespreekt dat schilderij helemaal aan het einde. Er zit nogal wat in daarin in dat boek. Uh, in dat schilderij, sorry. Maar ook in dat boek, natuurlijk. Maar ook in het schilderij. Je denkt van, ja, het is gewoon een schilderij van een man in, uh, in zijn blote bast Die zit bovenop een pilaar. En achter hem staat uh, de hele stad in de fik. En uh, ja, een beetje rookwolken. En dat is het dan. Ja, dat is nog maar het begin, man. Er zit een perspectiefwerking, in. Oh, die moet je even snappen. Nou, en die meneer uh, De Grote van de Berg. <laughs> nee, nou irriteert het me. Kijk, jullie hebben toch even de aandacht hè, voor mijn wertschmerts en de ondergang van Arnhem. Ik pak even het boek erbij. Van, de van den Berg heet hij. Professor dokter J.H. van den Berg. Metabolica van de materie. Prachtig. En er zit dan de de dingen van Simon de Pilar Heilige. En dan een korte schets. Dus niet de schilderij zelf, maar het heeft te maken met waar je staat. Ja, dat, die poster had ik dus in mijn, uh, in mijn gang hangen. En als ik dan terugdenk aan hoe Arnhem toen was, uh, dan kan ik bijna buikpijn krijgen van... Uh, hoe dat is? Ja, weltsmertsje. En ik verdorie. Waarom is dat allemaal weg? Ja toch? Daar zat in de, in de grote winkelstraat, de Rijnstraat van Arnhem, daar zat een delicatessenwinkel en die werd gerund door een, een echtpaar. Daar kocht ik kaviaar. We houden dus niet echt van de steur, maar dat was die hele dure. Maar wel van die visse eitjes. Je hebt zo'n zo viswinkel hier, die is er nog steeds hoor. Dat wel. En die heet uh, Gamba. Nou, toen mijn dochter net geboren was, was ze 1, 2 of zo. Nou nee, iets ouder misschien. En dan ging ik daar naartoe en dan ik we boodschappen doen en even langs de gamba. En dan hadden we vis voor het avondeten ofzo. En dan een haringkie, dan gingen we lekker een haringkie euh, knauwen. Als je er binnenkwam, moest je een nummertje trekken. Ik heb wel eens meegemaakt, dan trok ik een nummertje. En dan denk ik, keek ik op die bliep-bliep uh, bliepteller, ik denk, joh, er zijn nog dertig wachtenden voor u. denk, ik ga even nog ergens anders boodschappen doen. En dan liep ik naar de overkant. En, en dan kwam ik weer terug en dan was ik bijna aan de beurt. Nou, toen kwam de tijd dat die, uh, die nummertjesautomaat... Ja, die werd maar weggehaald. Want ja, iedereen die een nummertje trok, die was gelijk aan de beurt. Nou, en tegenwoordig uh, ja, heeft hij... Die... Ik wil niet zeggen dat de fut is... maar er werken niet meer zoveel mensen. Hij is verhuisd en het, ja, het winkelgedeelte is... Ik weet niet of dat. Ja, er zitten dan wat. Je kan, je kan er ook aan tafeltjes zitten. Dus dan kan je er eten. Dat is dan misschien. een verbetering. Maar ik heb niet het idee dat het er. Uh, het is er niet meer zo druk. als toen mijn dochter. in 2003 of zo. En niet meer zo druk als 16 jaar geleden. Er zat ook een, een viswinkel. vlak bij de stad Schouwburg. Daar zit nu iets, weet, een heel vaag pand is het. Eigenlijk alleen maar etalages met schilderijen erin van, van de kunstacademie-studenten. En, en Lonneke, die vertelde mij: van je yeah, er is een SM-studio. Ik denk ja. <laughs> ja, Lonneke zal wel gelijk hebben. Die heeft gewerkt in die business. Zij zal het wel kunnen weten. Maar er zat vroeger een viswinkel. Die verkocht een stokvis. Om maar wat te zeggen. En haring natuurlijk. Dat was vlakbij waar ik toen woonde. Deze man... ja, dan ook in zo'n winkelstraat dat je een, een gordijnen en uh, en wat is het uh, weer, vloeren dat tapijten? En we dat nou, vloer, vloerbedekkingwinkel? En ook gordijnen en alles. Heb je er meerdere van in de stad? pleiten? En die viswinkels. Ja, je had dus de Gamba waar je nummertjes moest trekken. Dan had je nog die viswinkel daar in de buurt van de Schouwburg. En je had ook nog een, een goedlopende viswinkel in de Steenstraat. En met drie viswinkels. Nou schijnt hij in de Steenstraat, er, er schijnt hij weer eentje terug te zijn gekomen. Maar jarenlang was daar dus was die ook weg. Had je nog maar één viswinkel hier in Arnhem. Nou, je gaat mij niet vertellen dat de mensen tegenwoordig de verse vis kopen via internet. Nee, natuurlijk niet. En dan denk ik, je, jeetje. Ja. En de markt. Ja. ja, op het marktplein of het kerkplein voor die Eusebiuskerk. Eusebius moet je nou zeggen, maar in Arnhem zeggen ze Eusebius. De Eusebiuskerk, dan daarvoor had ja, je een heel groot plein. Daar stond hij helemaal vol met marktkramen. En had je die fonteinen toestand. En er zaten, als het markt was, er zaten er allemaal ouders met kinderen. En die zaten lekker vis te knabbelen. Het was gewoon een gezellige boel. En dat was woensdag, vrijdag en zaterdag. En nou? Door die markt op het plein, die is pleiten en is dan verhuisd naar uh, het Provinciehuisplein. Dat was vroeger een parkeergebeuren, uh, een parkeerterrein. Daar zit dus nu de markt zo af en toe. Maar alleen nog maar op vrijdag en zaterdag. De woensdagmarkt is uh, even platos. Dat vind ik helemaal niet leuk. En het is helemaal niet meer zo groot. Het is maar een heel. Uh, ja. En er zijn bepaalde stands. Uh, uh, die zijn echt weg. En je kan er nog steeds wel een lekker bek kopen. En, uh, uh, dat is nog wel uh, voor die Vietnamese Olympia's. Ik uit er nog scoren. Dat er nog wel. Maar En een paar toestanden. Maar de, de stoffenmarkt. Vroeger had je er ook. Venten eh, stond er met allerlei pannetoestanden. En dat is helemaal weg. Oh, de bloemenhandel. Dat is helemaal weg. In Arnhem. Daar haalde ik toen. Uh, maar mijn dochter die was hier nog regelmatig. En dat vond ik er al wel, wel leuk om een bloemetje naast te hebben. Een meisje. Het is dus bij papa lekker gezellig. Maar ja. oh, zo'n platen. Ik zou niet weten waar ik hier moet... Ja, dan kan je nog naar de bloemenwinkel gaan. Maar die ene bloemenwinkel die is alweer weg. En, ja... Ik... Ja, de, de verschaling. <laughs> Neem muziekwinkels, ja. Nou, je er giet er wel drie of vier. Waar je instrumenten kon kopen. En alles wat erbij hoorde. Dus, uh, van die uh, klikklok, klok, hoe heet die ook alweer: metronomen, stemvorken, zeg maar, Een Blad papier. Bijzondere cd's, ja. Uh, van de Duitse grammofoon. De ene uitvoering van Bach. Dan kon je ook advies vragen. Van ik ben op zoek naar dat en dat. En zei je, oh, meneer, die hebben we wel. Maar die moeten we even bestellen. Pleiten. Nou, daarvan kan je misschien nog zeggen. Ja, dat kopen mensen via internet. Maar dat idee heb ik ook niet. Ik denk dat mensen helemaal die dingen niet meer kopen. En klassieke gitaren, die werden verkocht bij Bergman. En beneden bij Bergman, die zat in de Koningsstraat. Beneden had je dan de afdeling met uh, klassieke DVD's, cd's, sorry, en bladmuziek en alles. En daarboven instrumenten, waaronder een hele batterij met klassieke gitaren. Daar heb ik mijn gitaar gekocht, die ik hier nu nog steeds heb. Dat is een hele mooie gitaar. Weg. Hij is toen gedownsized, die Bergman. En toen zijn ze nog een, in de Steenstraat nog iets begonnen met die gitarentoestanden. Maar dat heeft maar een tijdje stand gehouden en toen was dat ook weg. En toen is die benedenverdieping opgeheven. Op het laatst heb ik dan nog wat dingen gekocht. Die, ja, gelukkig maar. Want ik zou nou niet meer weten waar ik dat moet kopen. Ik heb een metronoom gekocht en wat stemvorken. Ik heb ja, twee, want die hebben toch... Je bent er altijd eentje kwijt. Die ligt dan weer ergens. En handige boekjes over uh, gitaarakkoorden. En toonladders. Ben ik toonladders gaan studeren? Dat is weg. Ik vind het helemaal niet leuk. Dat doet me echt pijn. Maar als je dan vraagt, wat is er nou voor teruggekomen? Er zijn dus dingen weggegaan en wat komt er voor terug? Eh, niks bijzonders hoor. Van die shawarma tenten of kebab tenten, die heb je dan. Die heb je er meer dan vroeger, maar. Ja, is dat nou alles? Dus? Nou, de korenmarkt heb je nog wel. Uh, ja, de jeugd kan nog wel lekker op de korenmarkt. Uh, een beetje disco lopen vieren. Maar dat is ook zoiets. Dat is helemaal niet meer zo druk als vroeger. De politie is de enige die uh, stand houdt. Die denkt nog steeds dat er relletjes uit kunnen breken ieder moment. Maar dat is helemaal niet meer zo. Het is niet meer zo druk. Het Café de Buik. Daar draait de best goede muziek. Echt dansbaar. Toffe tent, man. En op donderdagavond, en vrijdagavond, en zaterdagavond, als je dan naar binnen wilde... Ja, dat is drie gulden, hè? Of drie euro. Is in de eurotijd nog? In de eurotijd ook. Dus, uh, drie euro, hoppakee. En dan mocht je naar binnen... Ja, en die man die daar toen uh, uh, bij de deur stond, de, de, de Utsmeder. Die heeft later dan de tent overgenomen. Maar voordat hij dat overnam, uh, was er al eerst als eerste al geen deurwaarde meer nodig of uitsmijter, was de deurwater, uitsmijter meer nodig. Dus je mocht je de gratis naar binnen, ja, was toch leeg. En er was zo'n bovenverdieping, en die goden ze dan open om al dat volk kwijt te kunnen. En zweterjongen daar, en druk op die trap, en iedereen naar boven en naar beneden, en helemaal vol met massies. En, en maar een wilde boel, jongen. Dat was in 2006, heb je het over tien jaar geleden. Dat was stampensdruk. Dat is weg. Dan denk ik, waarom? En wat komt er voor terug? Ja, maar niks. En Café de Buik was niet de enige danstent hoor, die tot diep in de nacht open was. De Move dat is er ook zo een. Stampen, stampen vol. Uh, nou, Die is een tijd dicht geweest. Die hebben ze daarna weer opengegooid. En nou, het hakkelt en takkelt nog wel een beetje door. Maar het heeft niet meer die uh, ja, frivoliteit van, uh, van toen. En waarom niet? Heeft hij ook geen geld meer? Is dat het? Nou, dat zou goed kunnen hoor. Wat gewoon een kwestie van poen is waar we helemaal zoog zijn met al die BTW-verhogingen en uh, kwartjes van Kok en zeg het maar. Ja, een pakje cheque dat, dat was in de eurotijd. Wat was dat? Drie, drie gulden vijftig of zo? Vier vijfentwintig je? Een pakje check, dat kost je nu met vloetjes en een paar doosjes luciferse. Dan zit je een tientje. En dan moet je nog van die goedkope check kopen ook. Dus als je die lekkere gaat, dus Javaanse jongens, tembaco dat vond ik erg lekker. Volgens mij dat op de 11 euro. Ja, dat is afgerond 25 gulden. Ja, man. Misschien komt het daarvan, als dus dat zou maar kunnen. Dat is gewoon niet leuk meer. Ik weet nog dat ik... Dat was ook al in de eurotijd. Dan kocht je een kilo kabeljauwfilet voor 9,95 euro. Een hele kilo, ja. Dan kon ik een curry maken voor 10 personen. Als ik nu een kilo kabeljauwfilet koop, dat is meer dan 20 euro... Het is meer dan verdubbeld. Ja, ha, 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 Dat is een inflatie van richting de 5 tot 7 per jaar. Ja, komt het daarvan? zou kunnen, hoor. Nou, De Vrome Dreesman heeft, punt 1, heeft de vrouw heel wat middenstand de nek omgedraaid. He, met de komst van VND. Ik ken nog die man die, toen hij dus 10 of 11 of 12 was, die heeft toen nog Fikkie gestookt bij de VND die net open was. Als protest. Nou, inmiddels is de VND pleiten. En de een of andere andere middenstander, toestand, uh, die probeert er weer wat van te maken. Maar... Uh, ja, je, je zegt het maar. Het ziet er niet echt uh, vetlopend uit. <tok> en de bijenkorf, die is vertrokken. Het was niet eens zo dat ze verlies draaiden. Maar ja, in Amsterdam hadden ze ja, van die programma's waarbij ze vrouwen, met name de vrouwen natuurlijk. En die werden dan ingevlogen vanuit Saoedi-Arabië. En dan hadden ze hele arrangementen voor, inclusief hotelboeking en alles. En dan lekker shoppen in de bijenkorf. Gewoon meer op het high-end publiek gaan richten. Nou, dat hele pand uh, is overgenomen door de Primark. Ja, ik vind het geen verrijking, ik vind het verschaling. Je had van die leuke modewinkeltjes, ik weet niet wel, er was een stel. En die vrouw had, uh, dat waren jonge mensen hoor, ergens in de twintig. En je had wel gevoel voor mode en dan gingen ze samen naar het uh, fashion center daar bij Amsterdam. En mijn vriendin in die dagen die kocht daar de kleding. Vaak, had ze altijd wat bijzonders. En dat was helemaal de blits als er een feestje was dat die andere vrouwen dan van oh dat is bijzonder. Ja, dat was niet van de Hennes en Maurits. Weg. Plaat. een ander modewinkeltje wat in dezelfde straat zat. en Die, die heette Blackpoint of zo. Platen. Het enige wat je nog hebt, dat zijn ja, de standaardwinkels die je ook in Zutphen hebt en in Deventer en. In, ja, van die franchisers. Ja, en een McDonald's en een Kentucky Fried Chicken. En, ja, dat zit er allemaal wel. Ja. En een Bart Smit, die zit er ook nog wel. En Intertoys. Maar de HEMA is staanende. Oh ja, en de blokker. Die is helemaal gedownsized. Handig is dat hij nou vlak bij mij in de buurt zit. Bij een dat is dan maar een, een, een kwart. Van wat ze hadden. En het assortiment, ja, dat is navenand ook verminderd. En ik was daar laatst om ik had een hele lijstje met dingetjes van die typische blokkerdingetjes. Ik moest pannensponsjes hebben en allemaal ja, zeg van, van die materialen. Er werkte één man en die kon het makkelijk in zijn eentje aan. Dus als er dan af en toe iemand wilde afrekenen, dan liep hij snel naar de kassa en dan kon je afrekenen. En dan liep hij weer naar die schappen en dan ging hij een beetje in die schappen lopen rommelen. Een beetje bijvullen. Gewoon één iemand op een hele blokker vestiging. Wat is er aan de hand? Er zat in de Rijnstraat een leuke dierenwinkel. En ook uh, in de, de Sonsbeek-Singel of zo. Vlak bij het spoor had je er ook een. Misschien had je daar nog alleen. Maar momenteel heb je helemaal geen dierenwinkels meer in Arnhem. Maar Hoe zit dat dan met die kinderen? Die, die willen die geen hamsters meer. Mijn dochter die wilde ratjes. Ik moest helemaal met haar dat vond ik wel leuk helemaal naar de Lelystad rijden. Daar twee hele leuke ratjes, daar helemaal niks mis mee. Dat is allemaal hartstikke schattig. Maar waarom kan je er niet gewoon kopen in Arnhem? Het is een heel, uh, hoe moet je zeggen. coulant uh, huisdiertje een rad. Hey? Nee, dat kan je niet meer kopen in Arnhem. Oh. Hetzelfde geldt voor muziekwinkels. Daar dus, hebben we net al over. Hè? Bergman is weg. Maar ook uh, live music instruments. Die zat hier in het centrum. In de Loyerstraat. Gezellige tent, man. Hing altijd van die muzikanten in de ronde. Een beetje interessant lopen doen en zo. Een beetje uitproberen. Nou is er een nieuwe flensje? En die en die. Ja, dan moet ik even, even checken hier, of dit nog wel werkt. Ja. Nou, die kon denk ik die huur niet meer betalen in de Looierstraat. Die winkel. Of ja, te weinig klandisje of zo. die is toen richting het industrieterrein gegaan. En dan zat hij dan nergens op de eerste verdieping. Nou, daar heb ik nog wel uh, dingen gekocht... Ik ben met mijn dochter ook nog een paar keer geweest. Mijn dochter was toen aan het drummen. Maar hij is ook al weg. Uh, platen, failliet, afgelopen. Doei. En je had die muziekwinkel die heette uh, Het Eiland. Uh, die zit nu buiten de stad. Die is ergens in uh, Richting uh, Oosterbeek. Had ze nog wel net Arnhem, maar niet meer in het centrum. Wel volop parkeergelegenheid, dus dat is weer handig. Maar in het centrum had je wel lekker veel beloops maar weg. Dat doet me echt pijn, hoor. Dan heb je dan een mediamarkt voor teruggekregen. Maar ja, zo'n mediamarkt, dat doet, dan, dat doet alsof het heel goedkoop is, maar dat is het helemaal niet. Ga daar maar eens een USB-kabel kopen. Je schrik je helemaal dood van de prijzen. Man. Ja, die ene aanbieding of zo die is wel leuk, maar als je echt wat nodig hebt, betaal je een goed, een goed prijsje hoor bij de mediamarkt. Dat is allemaal niet zo goedkoop daar, man. En een hele grote onpersoonlijke winkel. We hier op de, op de markt een dus uh, filiaal van Scheer en foppen. <laughs> Alleen die naam al. Ja. Pleiten. Want die verkochten hele normale wasmachines en gasfornuizen. En, Sterker nog, ik heb daar mijn wasmachine en mijn droger gekocht. En die hadden ook andere handige dingetjes, zoals uh, inderdaad USB-kabels en zo. Uh, goede prijs hoor. Pleiten. Dus als ik nou een nieuwe wasmachine nodig heb, nou daar zit er nog eentje. In Klarendal zit er nog één. Ja, ze dus kan nog er wel ergens naartoe. Oh ja, en bij de Mediamarkt natuurlijk, daar kan je ook zo'n ding kopen. En los daarvan, er zat ook een kleintje, een, een leuke zelfstandige. En, ja, die man die kende ik persoonlijk. Die had al jarenlang dat ik bij hem dan uh, ja, klant was. dan deed mijn wasmachine het weer eens niet en dan belde ik hem op van, ja, doe het weer eens niet. En dan kwam hij langs en zei "De ja sukkel, je, moet je, je waterfilterdingen dus moet je ook reinigen. En daar betaalde ik hem dan voor, maar dan was hij er weer een keer dan had ik hem weer betaald. En zei nou, de volgende keer kom ik gewoon niet meer hoor. Je gaat het zelf maar doen, wat is dat nou? Zou er in je handleiding? Lul. Nee, dat zei hij natuurlijk niet, maar hij was duidelijk ontstemd: van ja, moet ik hiervoor komen? Even zelf even schoonmaken. Hoor. Oké, oké. Okay, okay. Moet ik trouwens bij mijn huidige wasmachine ook nog eens even gaan doen. Even daar in de handleiding kijken. <laughs> ja, want Scherenvoppen is dicht, hè? Ja. Yeah. Nou, dicht, ja, pleiten. Is dat is helemaal niet leuk. En je ziet het overal. En dan komen er van die nagelstudio's. Ja, dat draait dan een paar maanden en dan gaan ze weer dicht. En dan die huis waar ik dus nu woon, die flat waar ik nu zit, die hebben ze gerenoveerd. En die laten ze dan overeind staan. Dat is dan cultureel erfgoed. De rest, want er was hier dus een aantal van die flats, die allemaal zo'n beetje hetzelfde waren. Drie kwart daarvan, tachtig, nee meer. 80% of zo. Is gesloopt. En wat komt er voor terug? Ja, uh, woningen. Heb je zo'n woning met uh, vier verdiepingen? En dan we een pak kubieke meters, jongen. En een hypotheek van... Uh, ...joh, we willen rijke mensen hier in Arnhem. Ja, dat is al best. Maar met die arme mensen, relatief arme mensen, dat was te gezellig. Misschien dat dat ook het einde wel was van de, van de markt. Ja, ik zeg maar wat. Iets of iemand moet ervoor verantwoordelijk zijn. Waarom dat allemaal pleiten is. En ik heb daar verdriet van. Ik heb daar wel scherts van. Er zat zo'n ongelooflijk gave café. Die heette De Condor. Man. En die hadden een tof biljart. En daar zat dan het allergrootste tuig van Arnhem, zeiden ze. Maar ja, wij trokken onze ik en Wout, we gingen naar Biljarten. Elke dinsdag. En aan de bar zaten dan van die hele zware jongens... met van die, uh, ja, van die... van die weet je Van die, uh, zo n, zo n van die sterretjes of zo, in... Zo uh, waar je je duim en je wijsvinger zitten, Precies in dat driehoekje daartussen. Of traantjes of zoiets, dat was zo'n teken van. Uh, ik heb in de barjes gezeten. Nou, die zaten er aan de bar een beetje bier te drinken. Ja. En dan liepen wij er naartoe om ook wat bier te bestellen. En dan keken ze ons allemaal zo aan. Maar als je er, uh, niks geks tegen die kerels zei, dan was er niks aan de hand. kreeg je je bier netjes betalen natuurlijk. En dan doorgaan met. Uh, Plik, plok. Ja. Gewoon balletjes stoten, man. Ja, je valt op niemand lastig, dat nou. Ja, die tent is weg. Ze moest gesloopt worden vanwege de, 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 de uitbreiding van de Bijenkorf. Ja, en dan is de Bijenkorf op zichzelf weer vertrokken. Er zit nu dus de Primark in dat belachelijk grote pand. Ja, en dat is dan leuk of zoiets? Nee, nou, dat is helemaal niet leuk. Dit is verschaling. Dat is het. Wanhopig, vind ik het. Maar, echt niet leuk. Weltschmetsch. Nou, dit moest ik toch even kwijt. En kijk eens naar je eigen stad. Want je gaat mij niet vertellen dat dit alleen maar geldt voor Arnhem. Want ik zie het in Wageningen ook. Ik was, ik was bij de HEMA. Ik, ik moest uh, um, 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 zo'n ding, een literatje muurverf hebben. Gewoon wit. Dan verkopen ze niet meer bij de Hema. Het assortiment bij de Hema is dus, dus, dus weg. Ze verkopen hem, ja, de, de fast movers of zo. Dus als ik nu nog aan die verf wil komen. die zal er wel moeten, want ik moet een stukje van, de, van mijn muur, van mijn flat, moet ik gaan aanpakken. Ja, dan moet ik naar de Steenstraat lopen. Nou, is het ook nog wel best. Maar ik mag hopen dat, dat die Hubo dat die daar nog blijft zitten. En vroeger hadden we twee hubo's. Die ene hubo, uh, die nu nog is, de Steenstraat-Hubo. Dan had je ook nog een hubo in de Spijkerstraat. Ja, die in de Spijkerstraat zal lang pleiten. Klussen mensen niet meer? Wat, wat is hier. Er de, de moet eens dus een socioloog voor komen of zo, of een econoom die dat uitknobbelt. En ook in jullie eigen stad. Dus een keer, wat, wat is er aan de hand met Nederland? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgs, tjus. En dag, lieverds. Snik, snik, van de Weltschmerz.